Al het leven is van God gegeven leven, is kostbaar leven, is leven wat onze bescherming meer dan ooit waard is. En daarom vind ik het als christelijke politicus ook ongelooflijk belangrijk om mij niet alleen sterk te maken voor gezin en huwelijk, een pro-family koers te voeren en een pro-Israël koers te volgen, maar ook pro-life standpunten naar voren te brengen. Om me in te zetten voor meer bescherming van juist ook pril menselijk leven. De abortuspraktijk vind ik een van de ernstigste mensenrechten schendingen van vandaag de dag in Nederland. Dat er meer dan 30.000 ongeboren kinderen gedood worden in de moederschoot is een huiveringwekkende werkelijkheid. Ik merk dat hier in de Tweede Kamer en in de samenleving onder de oude garde, als ik dat zo mag zeggen, soms heel veel weerstand is om juist over dit onderwerp te spreken. Omdat men het ziet als een verworven recht waar je eigenlijk niet aan mag komen. En dat zelfs het aan de orde stellen, zouden we niet moeten streven naar het omlaag brengen van het aantal abortussen in Nederland, dat eigenlijk al een stap te ver is. Ik heb een bezoek gebracht aan een abortuskliniek in het kader van de uitzending van de Evangelische Omroep een tijdje geleden, waar we met een abortusarts hebben gesproken. Ik met haar ook nog de degens gekruist heb in een uitzending hierover. En wat mij opviel bij dat bezoek aan die abortuskliniek was hoe eigenlijk de verantwoordelijkheid werd ontkend. Ik bedoel daarmee dat door de arts werd gezegd, toen ik haar vroeg hoe kan je dat nu doen, als je een kindje van 12 weken ziet met alles erop en eraan, dat is toch echt een mens. Hoe kan je die dan doden? Dat zij zei, ja maar de politiek, die staat er toe. Als je dat in de politiek zegt, wat een verantwoordelijkheid hebben wij hier, dat wij dit toestaan. Wij willen van die wetgeving af. Wij willen dat abortus niet een wettelijk recht is in Nederland. Dat er dan gezegd wordt vanuit de politiek, ja maar die vrouwen, die willen dat en die doen dat echt niet voor hun plezier. Maar die vrouwen zelf spreken weer vaak over druk vanuit hun omgeving. Of artsen en anderen die zeggen, ja maar als je een kindje met een handicap verwacht, of als je dat kindje toch eigenlijk niet had gewenst, waarom zou je het dan niet weg laten halen? Kortom, huiveringwekkend, niet alleen de praktijk, maar ook hoe de verantwoordelijkheid wordt weggeredeneerd, dit onderwerp. En daarom maken wij er een punt van en ben ik persoonlijk ook sterk gemotiveerd om ook hiervan een punt te blijven maken, hoe we ongeboren menselijk leven beter kunnen beschermen. En ik heb eerlijk gezegd ook mijn hoop wel gevestigd op juist ook de jongeren. Bij de ouderen is heel veel weerstand, gaf ik al aan, maar juist bij jongeren merk ik ook, ze nu christelijk of niet christelijk zijn, dat er eigenlijk meer gevoel bij dit onderwerp is en ook meer de bereidheid is om vanuit de loopgraven zoals die er zijn, om daarover uit te stappen en te kijken, ja maar ik heb altijd wel gehoord dat het zo normaal is, maar is het wel zo normaal? Ik hoop en ik bid dat er betere bescherming, meer bescherming komt van ongeboren menselijk leven en een einde aan de abortuswet.